Met parlementariër Kishan Ramsukul van de VHP spraken wij eveneens over de betekenis van 150 jaar Hindoestaanse immigratie voor hem als jonge parlementariër. Wat betekent het? Ook vroegen wij hem de rol van met name de Hindoestaanse jongeren binnen de Bromchijari, zoals Suriname dat wordt genoemd. En we spraken met hem over een aantal andere zaken voor wat betreft de herdenking van 150 jaar Hindoestaanse immigratie. U hoort parlementariër van de VHP, Kishan Ramsukul. Raj Mahangu legde het volgende interview vast. Ten eerste ben ik trots en blij dat ook mijn voorouders toen de keuze, sommigen niet eens de keuze hadden, maar dat ze hier naartoe zijn gekomen en dat ze met heel hard werk en heel veel moed het land hebben helpen opbouwen. Ze hebben zich geïntegreerd in het land, ze hebben het land tot zijn eigen gemaakt en daar zijn wij producten van en ik ben daar toch wel trots op. Ik weet niet als we daar zouden gebleven zijn waar we zouden zijn in India, maar ik ben wel trots dat we hier zijn en dat we een stempel hebben gedrukt in Suriname. Ik heb tijdens mijn toespraak vandaag ook gezegd, eigenlijk in het Hindustaanse media, Vishwas Sahas aur Mehnat se har mushkil ka samna ho sakte. En dat is vertaald, ja? Ja, dat is onze identiteit eigenlijk. Dat is wat we 150 jaar geleden onze voorouders hebben gedaan. Met vertrouwen in hunzelf, in zichzelf, met hard werk en met moed. Maar ze hebben ook strijd moeten leveren toen. Ze hebben ze eigenlijk al die moeilijkheden die ze in hun weg hebben bevonden, hebben ze weg kunnen werken. En dat is iets wat we moeten behouden. We hebben vandaag hier Kinderdag gevierd. En mijn boodschap was ook niet alleen naar de kinderen toe dat ze hun best moeten doen, dat zegt een ieder. Maar wij als ouderen moeten hun begeleiden. De regering moet de mogelijkheden bieden voor jongeren, de kansen bieden dat ze zich kunnen ontplooien. Maar ook, als u kijkt naar de culturele organisaties in Suriname, hoeveel jongeren zitten in het bestuur? En ik heb ze vandaag ook opgeroepen, kijkt u daarnaar. Laten we over 150 jaar, 300 jaar immigratie kunnen vieren. En niet dat het wegvacht. De cultuur, onze dharma zoals we het noemen, onze tradities, onze identiteit moet ook behouden blijven. Terwijl we bezig zijn als een natie Suriname op te bouwen. En hoe ziet u dat stukje behoud nu? Dreigt het? Of zegt u van, u ziet toch wel voldoende personen, voldoende organisaties die zich nog daarmee bezighouden? Ja, er zijn voldoende organisaties. Als u kijkt naar de activiteiten, er zijn heel wat activiteiten en dat voelt goed aan. Alleen, daarom zeg ik, als we kijken naar die besturen van al die organisaties, wij hebben vandaag meegeholpen als Lions Club Quetta, maar wij hebben onze jongere organisatie in place, de Leo Club, zodat er een doorstroming is. Maar vooral bij die culturele organisaties, en ik heb gelukkig vandaag met een van ze gesproken, en ze zeggen, ze hebben hun statuten gewijzigd, zodat niet één voorzitter 20 jaar lang zit. Dus dat is positief. Als we die relatie doen, jongeren bij betrekken. Toen ik klein was, meneer Ganesh, was ik verplicht van mijn Aja Hindi lessen te volgen. Ik was verplicht, elke dinsdag gingen we van Clivia. Soms moesten we lopen naar het Blauwgrond Mandir. Alleen, maar dat heeft me tot een goed mens gemaakt. Ik zeg niet dat we zo moeten gaan doen, maar we moeten onze kinderen gaan stimuleren. Op een heel laagdrempelig niveau leren wat onze cultuur is, wat ons geloof is. Onze taal moeten we behouden. En als ik kijk, dan zie ik dat er heel veel moeite gemaakt wordt. Maar ik zeg alleen maar daarbij extra betrek de jongeren erbij. Dat is dat stukje cultuur, maar hoe zit het met normen en waarden? Ja, normen en waarden, als we kijken in de samenleving, we zien er heel veel misgaat, op scholen, gevechten. Die waren er ooit ook eens, maar niet op de manier waarop het nu gebeurt. En daar is het een stukje, niet alles leer je op school. Op school word je een heel goed mens, je leert heel veel, je leert over de wetenschap. Maar normen en waarden beginnen thuis. Normen en waarden beginnen in de mandir. Normen en waarden, weet je, door sociale organisaties te joinen. Daar leer je die normen en waarden. En daarom motiveer ik ook de ouders. Laat die kinderen meedoen. Ik heb een heel mooi voorbeeld gezien als we kijken naar Hindustanen en Hindustaanse immigratie. 1 juni is de jeugdraadverkiezing. En ik keek naar de kandidatenlijsten. En je ziet dat de groep van de Hindustanen een beetje minder vertegenwoordigd is. Okay. En dan vraag je je af, waar ligt het aan? Ja. Is er minder interesse?
worden de kinderen wel voldoende gestimuleerd om zulke organisaties te joinen. En vandaar dat ik een ieder vraag, laten we samenwerken. Doordat je je kinderen in dit soort organisaties laat meedoen, zullen ook die normen en waarden weer omhoog gaan. Ja, de plek van de Hindustan en de rol in de huidige maatschappij, Surinaamse maatschappij? Ja, de president is ook een van de mensen die zijn voorouders zijn gekomen uit India. U ziet ook in het kabinet de leden van het land. Daar is er redelijk goede representatie, ook in DNA. Redelijk goed. Nou, heel goed. Het ziet er goed uit. Maar toch zit ik ergens met het vervolgtraject. Wat gaat er straks komen? We moeten meer en meer mensen gaan klaarstomen om dit te doen. We moeten niet alleen maar doktoren gaan worden. We moeten ook in het sociaal-maatschappelijk gedeelte ook participeren. En alhoewel dat nu goed is, zeg ik dat er misschien ergens een gap gaat ontstaan. Omdat je ziet dat jongeren veel minder geïnteresseerd zijn daarin. Dus dat vandaar mijn boodschap om die jongeren te betrekken. Wat we ook veelvuldig nu zien in die samenleving, heer Ramsukul, is dat die etnische snaar bespeeld wordt. En dat die Hindustan vaak genoeg uitgescholden en of bespot wordt. Ja, dat is zo. Ik denk dat het vanuit een kleine groep komt hoor. Het is precies een groep die wat tegen ons heeft en tegen de president heeft, omdat hij van Hindustanse afkomst is. Maar als we kijken naar de Hindustanen zelf, de Hindustanen heb je overal. In elke organisatie, overal kan je Hindustanen vinden. In alle politieke partijen, overal. Dus het ligt niet aan ons. Ik denk dat er een mindshift moet komen. Wij hebben zoveel jaren, 150 jaar nu, geïntegreerd in het samenleven, samengewerkt met een ieder. En ja, binnen mijn kringen zie ik het ook van, we tolereren elkaar, we leven met elkaar mee. En het kan wel. Ik snap niet waarom dat een probleem moet zijn, maar ik denk dat het gestookt wordt vanuit een bepaalde groep die het niet meent met Suriname. En doordat je dat steeds meer hebt, dan gaat dat ding een eigen leven gaan leiden. En wij moeten daar als leiders een stop aan zetten en zeggen van nee, dat is niet de realiteit. Je hoort heel vaak dingen van ja, het gaat ook niet goed met mensen binnen de politiek. Terwijl, wanneer wij daar zijn, in DNA of zo, wij juist een hele goede samenwerking met elkaar hebben. Dus dingen worden verkeerd naar buiten gebracht en met de kwade bedoeling. En we moeten ons niet laten leiden door dat soort uitspattingen. Ja, wat is dan uw boodschap, heer Ramsukul, naar die totale samenleving in het kader van 150 jaar Hindustanse migratie, maar u als jonge DNA-lid, ja, vooral naar de jongere Hindustanen, maar alle andere jongeren in Suriname? Ja, mijn boodschap is naar de ouderen toe, betrek de jongeren, stimuleer ze, motiveer ze. We kennen hele strenge ouders die hun kinderen niet eens naar buiten laten gaan. Maar ik zeg juist, dat is hoe je de groei bevordert. In het buitenland zijn kinderen zelfs verplicht. Als iemand van hier naar Nederland wil gaan studeren, universitair daar, vragen ze wat voor sociale instellingen heb je, weet je, wat voor maatschappelijke instellingen heb je geparticipeerd. En daarom is het belangrijk, internationaal ziet men dat al in, het is belangrijk dat je naast je studie ook met andere activiteiten bezig bent. Dus ik wil de jongeren ook stimuleren van kom, join de Leo's, join de GCI, join de Rotary, of ga naar de mandir, de mandirbesturen. De meeste mandirbesturen heb ik gezien, hebben nu ook een jongere afdeling. Ga daar, organiseer evenementen, organiseer een, weet je, al is het een sportdag. Maar die samenkomst, bijeenkomst van personen, dat gaat je een goed mens maken. Dus ik stimuleer iedereen, we hebben het 150 jaar lang gedaan, laten we de komende 150 jaar ook doen. Beter gaan participeren en vooral de jongeren betrekken.